Ik sta hier met de koningin van het weekend, Nadine Visser. Hartstikke gefeliciteerd. Ja, dankjewel. 3 onderdelen, 3 keer? Ja, 3 keer goud. Hoe kijk je erop terug? Ja, heel goed natuurlijk. Op alle 3 een PR, dus ja, heel tevreden mee. Kan je je PR's eens opnoemen bij de desbetreffende onderdelen? Met een 60 meter, 7,67. Verspringen, 5,86. En horden lopen... 8,34. Dat is een mooi rijtje. Waar ben je tevreden? Wat was de beste uitslag voor jou? Ja, de 60 meter vond ik eigenlijk nog het spannendst of ik dat zou winnen. En ja, verspringen is wel onverwacht dat ik zo'n dik PR nog wel sprong, toch? Dus ja, hoorde had ik het eigenlijk wel verwacht dat ik harder zou lopen. En bij de 60 meter sprintje zei je het al, was erg spannend. Hoe laat je jezelf dan op voor die finale? Ja, gewoon je ding doen. Op jezelf alleen focussen, niet op de tegenstanders. En ja, ik doe helemaal niet veel op warming-up. Gewoon snelheid en ja, reactie. Dus... Oké, en hoe ben je in deze vorm gekomen? Ja, trainen. Ja, het is eigenlijk pas sinds 1-2 weken dat ik echt goed getraind heb. Daarvoor ging het allemaal nog niet zo lekker. Maar ja, door te trainen... ben ik toch in vorm gekomen. Dus op het juiste moment gepiekt? Ja, zeker. Heeft de pasta salade er ook nog iets mee te maken? Ja, die heb ik vandaag en gisteren ook gegeten. Dus dat is zeker geholpen. Oké dan. Hey, dit indoor seizoen, is dat al afgelopen of gaat het nog door? Volgende week heb ik NK Meerkamp. En dat is wel mijn laatste wedstrijd. Dus. Hartstikke bedankt en geniet van de 3 gouden medailles. Dankjewel.